komen. Dus stel nu dat ik een uitgaande van het netwerk 172.16, dat ik daarvan begin. 172.16. En dan heb je nog een hoop bits dat erachter komen. Nog, ik ga die bits even uitschrijven. Dat is mijn klasse B-netwerk, waar ik eigenlijk van vertrek. Ik heb de gewoonte om dat altijd zo een beetje te groeperen, dat ik er nog aan uit kan. Voilà, dat is mijn oorspronkelijk netwerk, klasse B-netwerk. Nu, stel nu dat ik daarvan 12 bits ga nemen als subnetwerk. Dus dit is mijn eerste netwerk, klasse B-netwerk. Ik ga dat netwerkgedeelte eigenlijk uitbreiden. Ik kan dat kiezen, hoeveel dat ik er ga doen. Dat is eigenlijk, moet je dat bekijken, afhankelijk van hoeveel subnetten dat ik nu eigenlijk nodig heb. Dus ga ik er 4 afnemen, 5, 6, 7. Stel nu dat ik dat ga uitbreiden, dat ik 12 bits in totaal extra ga nemen. 12 bits, die steel ik dus eigenlijk van mijn host, want normaal zijn dit allemaal hosts. Wat er nu nog overblijft voor hosts, dat zijn die laatste 4 bits. Dus hoeveel hosts kan ik in mijn subnetten dan gaan zetten? Ja, alle combinatie van die 4 bits, min 2, want dat laagste geeft het netwerkadres aan, de 0. En de hoogste nummer dat hier ingevuld wordt, dat geeft een broadcast voor deze subnet in. Dus als ik die hosts wil berekenen, doe ik eigenlijk 2 tot de vierde min 2. Dat geeft 14 hosts. Hoeveel subnetten ga ik hiermee maken? Met 12 bits kan ik 2 tot de 12e, dat zijn alle combinaties van deze bits, doen. Min 2, de onderste nemen we meestal niet. En de bovenste ook niet, om verwarring te vermijden met die broadcastadressen. Dus 12 bits, 2 tot de 12e min 2 geeft 4094 subnetten. Dat moet al heel veel netwerken hebben, maar het is maar een voorbeeld. Hoe ga ik nu gaan berekenen welke adressen ik mag gebruiken? Ik heb hier zoveel lokalen, ik heb 4000 lokalen en ik wil die allemaal een apart netwerk gaan geven. Welke adressen mag ik nu gaan gebruiken? Daarvoor gaan we eigenlijk deze tabel invullen. Gaan we die subnetten eigenlijk berekenen. Dus voor het eerste subnet dat ik ga maken, subnet 1 is dat. Soms wordt het nulde ook meegerekend. Dus met allemaal nulletjes ingevuld, dat heten ze subnet 0. Daar moet een beetje op letten. Vooral als je leuke subnet calculators vindt, gaan die het nulde subnet meerekenen of niet. Bij Microsoft bijvoorbeeld altijd, bij Cisco niet altijd. Hoewel dat dan nu default ook subnet 0 aangeschakeld staat. Dus subnet 1, wat ga ik daarvoor doen? Dit voorste gedeelte blijft hetzelfde, 172.16. En dan ga ik heel die tabel invullen. Dat blijven hier allemaal nulletjes. Dat is gemakkelijk, want decimaal gezien blijft dat ook 0. En mijn eerste subnet is als ik hier een 1 invul. En die nullen daarachter, die blijven eigenlijk staan. Ik ga ook ineens het volgende subnet berekenen, subnet 2. Subnet 2 gaat dus ook 172.16. En dan weer een hoop nulletjes. Krijg je hier de volgende. En zo wordt dat een hele tabelle met 1, 0 en 0. Die nulletjes hierachter blijven nog steeds staan. Zo, ik ga zelfs misschien subnet 2 even uitdiepen. Dus ik ga ook nog voor de gemakkelijkheid subnet 3 berekenen. Dat is namelijk de bovengrens. Daar vertrekt het volgende subnet. Dan weet ik tot waar mijn hosts kunnen gaan. Tot waar mijn subnet 2 eigenlijk gaat eindigen. Dus 3 is 1, 1. En dan 0, 0, 0, 0. Dat zijn mijn subnetten. Dus stel nu, ik wil lokaal 2. Ik wil gewoon weten, in lokaal 2, die computers, wat moet ik daar eigenlijk allemaal toekennen als adres? Dus ik kan al om te beginnen het allereerste adres berekenen. Dat is hier, 0100 enzovoort. Het allereerste adres van mijn tweede subnet, dat geeft, als ik dat decimaal ga uitrekenen, dat blijkt bit 32 te zijn. Dus mijn subnetwerkadres. Wacht, subnetwerkadres.
netwerkadres is 172.16.0. Dat stond hier ook, dat is een 0. Punt, en dan het laatste adres is 32. Dat ga ik nooit kunnen gebruiken voor een host. Aangezien dat een netwerkadres is, dat ga ik wel kunnen gebruiken in een firewall bijvoorbeeld of in een router. Tot waar kan ik dan nu gaan? Hey, welke nummers? Ik weet zeker al nummer 33, die ga ik kunnen geven aan een host. Maar welke nummers kan ik nu allemaal vormen? Daarvoor is het gemakkelijk van de volgende eigenlijk te hebben. Als ik het volgende adres bereken, weet ik eentje minder, dat gaat mijn ondergrens zijn. Dus als ik het volgende adres bereken, dat is hier 32 decimaal en 16, dat geeft 48. Als je 00110000 is 48. 48, dus ik ga direct het laatste adres opschrijven, 172.16.0.48, dat gaat niet meer van mijn tweede netwerk zijn. Dus eentje minder wel. 47 dus, betekent dat gaat mijn broadcast adres zijn. Broadcast. Dat betekent als die computers binnen dat lokaal, dus mijn tweede subnetwerk, iets willen sturen naar elkaar, dan gaan die broadcasten met 47 van achter. Dus misschien een beetje raar dat dat niet 255 is, maar dat is omdat we een subnet hebben. Alle nummers daartussen, die kan je gaan gebruiken als host range. Dat betekent adres 172.16.0.33 kan je gaan gebruiken tot en met de 172.16.0. En dan eentje minder als 4746. Die kan je gaan gebruiken. Nu, dat kon je op voorhand ook al berekenen of dat dit eigenlijk wel klopte. Hè? Dat is de host range. Dat is een beetje onduidelijk van kleur. Dat is de host range. Dat zijn de nummertjes dat ik kan gaan toekennen binnen mijn tweede subnet aan mijn hosts. Dat had ik op voorhand ook al kunnen doen met, door dat te berekenen. Die 4 bits namelijk, als ik die ga invullen, is 2 tot de vierde min 2, want het laagste en het hoogste mag ik niet gebruiken, is dus 14 computers mogen daarin staan. Welke mask moet ik dan invullen voor dit netwerk? Ja, een mask die geeft eigenlijk weer wat allemaal, welk netwerkgedeelte is met enen. Dat eerste gedeelte, allemaal eentjes. Nou, ik ga de niet zo schrijven, de standaard klasse B al, wat ik eigenlijk al had, was 255.255.00. Wat ik nu heb gedaan is, ik heb dat uitgebreid, dus ik zet dit ook allemaal op 1. En dat gaat eigenlijk mijn subnet mask worden van dat netwerk. Dus ik zet die 12 bits op 1. Dus dan krijg ik, als ik dit bereken, en de rest stel op 0, want dat is voor mijn hosts. Dus als ik dit zou uitrekenen, krijg ik als mask voor al mijn netwerken dat ik hier maak, 255, dat was al van mijn klasse B. Die 12 bits, ja, dat zijn dus al zeker 8 bits, staan ook allemaal op 0, 255, punt. En dan 240, geeft dat 1111, geeft 240. Als ik dit dus invul, een van die nummers, gecombineerd met de subnetmask, weet ik dat die dus in het tweede subnetwerk kunnen communiceren.